I'm not afraid that you won't think this Mark Rothko beautiful, but what I am afraid, a little, is that somebody might think it's just beautiful. Lovely colours, no meaning. Is kunst. Hi friends, welcome to the New Light Show. In this video I'm gonna make a portrait of the vlogger Percy Tienhoven that I really admire. So if you think that sounds interesting, past alles in, dus hiermee kan ik in principe de hele wereld overreizen. Ja. En hier, kijk, olieverf blijft heel lang nat, hè? Dus ik kan hier zo, kan ik dus die paneeltjes ermee. Oh, hier zit nog één in. Kijk, ik kan het hier in droog. Wow, ja, wat goed. Oh, dan komt het niet op elkaar te liggen, bedoel je? Ja, ja, precies. Ah, ja, slim. Ja. Dus dan kan ik er 1, 2, 3, 4, 5 kan ik er meenemen. En je schildert op wat? Het is hout. Ja, hout. Dus, het is gewoon triplex eigenlijk. Dus die prepareer ik dan met gesso. Wat gaaf. Dus ja, zoiets, mooi, zoiets gaat het worden. Maar dan mooi, ja. Percy Tienhoven. En best wel vet zo. Je hebt het over. Tegenwoordig heb je de laptop lifestyle, hè? Dat je kan werken met je laptop. Kan, dat... Maar jij hebt een soort de painting lifestyle. Ja, ja. Je kan gewoon naar Taiwan. Dan kan je... Ja, dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Lijkt me heel leuk. Allemaal. Taiwanese schilderen zo. En dan hetzelfde wat ik doe met al die 100 portretjes. Uh-huh. Maar dan allemaal Aziaten. Dat is wel gaaf, maar. Ja, ja. Dat je gewoon de wereld over kan. Ja, dit is de portretplek. Oké. Okay. Ja, ik ga ook als even... Als een prinses. Hoe als een... Oh, zo. Ja, liggen zo, ja, ja, ja. 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 Pondering. Ja. Voor het leven. Nice. Oké. Okay. Dan gaan we beginnen. Oké, okay, dan begin ik met rauwe omber. Ja. Hollandse koffie. Ja. Oh, als Hollandse koffie aan het schilderen. Ja. En toen dacht ik, wat zal ik schilderen? Ik had het toen ook op Instagram gezet. Jongens, wat zou ik doen? Wat komt erachter? Een Hollands landschap of Piet Mondriaan? Ik ben echt een groot fan van Piet Mondriaan. Ik ben nog groter fan geworden van Piet Mondriaan toen ik dit aan het schilderen was. Oh ja? En toen was ik zo aan het schuiven met die vlakjes. En toen dacht ik, oh, wat fantastisch eigenlijk, hè? Ik moet iets met abstracte kunst gaan doen. It's so timeless that when I've had this encounter, I feel to return to the world of time, I have to shake my head and bring myself down to earth again. Dus hij heeft dan een hele rode achtergrond. Doet die pat, dan doet hij daar een blauw over. En dan word je helemaal in de war van, het rood komt ineens heel erg naar je toe, maar dat zit hier eigenlijk achter dat blauw. Dat zijn hele directe dingen. En toen dacht ik, oh, als ik nou dit in allemaal verschillende laagjes doe, daar ging ik toen over nadenken toen ik met die Piet Mondriaan bezig was. Wat zou ik nou nog kunnen doen wat ik nog niet eerder heb gezien? Wat zou ik zelf graag willen zien als het om abstract gaat? Dat ik al die laagjes, hele dunne laagjes, over elkaar, maar dan niet een hele directe transitie. Maar dan juist het tegenovergestelde, dus dat je dus laagje voor laagje steeds ietsje... Dit is feller, omdat het dus een dunne laagje is. En dit is dieper, omdat het meer laagjes over elkaar heen zijn. Mm-hmm. Dus dat je dus... Die gelaagdheid die krijg je dan eigenlijk op een soort heel subtiele manier. Kijk, en dit moet een volgende schilderij, die ga ik nog wat strakker uitwerken. Mm-hmm. Dit is eigenlijk, ja, dit is de eerste, dus een soort uitprobeerschilderij ook. En je pakt, is dit helft van helft? Of twee derde? Nou, dit is dus de gulden snede, hè? Dus dit is weer de gulden snede van dit. Ja. En dit is weer en deze is van daarboven. Dus, eigenlijk. Eigenlijk dit vlak gedeeld door 1,618 en dat is dan dit. En dit gedeeld door 1,618 is dit. En zo staan al die vlakken staan dus in verhouding tot elkaar met dat magische getal. Ja.
Lekker bezig, Pink. Van, hoi, ik ben Daniel. Hoi, ik ben die en die. Nou, ga maar zitten. Kijk mij maar een uur in mijn ogen aan. En dan ga ik portret maken. Oh, ja, ja, ja. En dat is heel, heel apart. Dat zijn, ja, dat is gewoon, soms is het awkward, soms is het bijzonder ook, weet je wat. Ja, we hebben het 2 uur geluld onder het geweest. Ja, ja. Dat is echt gezellig. Maar dan ben je, oh ja, kunnen we een portret maken? Ja. Ja. Want ik heb sommige ook gedaan dat mensen wegkijken, maar ik doe nu gewoon... allemaal recht, recht naar voren kijken met blik en dat is wauw. Natuurlijk, natuurlijk. Dit vind ik dus hele mooie lijstjes dan zo bij. Ja, prachtig. Mooi. Deze heb ik een festival gedaan. Nou, prachtig. Dat zijn er een paar. Een paar van de serie. Zo'n mooie kleur daar achter jou, hè? Dat kan je niet zien, daar. Oh, ja. Oh, shit, man. Dat is golden hour. Ik moet weer werken, hoor. Ja, gewoon naar buiten kijken. Klaar, Percy? Hij is klaar. Ik heb... Hoe lang ben jij nou? Je bent net binnen, maar je hebt ook al een uur zo gezeten. Ja, ik sta al een uur. Wow. Ja, het is toch een beetje langer, maar... Ben je tevreden thuis? Ik ben tevreden. Ik vind het heel mooi geworden, ja. Dit is je beste werk. En we misschien nou, vooruit. Ja? Ga kijken. Ja. Wow, dude. Met pet. Ja, ja. Zie je wat op de pet staat? Een bitcoin. Kerel. Fantastisch. Op dat moment dat je zei, heb je allemaal bitcoins eromheen gezet. Toen dacht ik, ah, er komt een bitcoin in die pet. Gast, geweldig. Ik heb liever Ethereum. Nee. Ook SV ben ik vergeten. Nee, geen bitcoin. Hey, geweldig, man. Echt gruwelijk. Heel gaaf. Damn, dat doe je snel, joh. Ja. Jawel, hè? Ja. Dat doet hij sneller, hè? Ja. Fantastisch. Ja, echt te gek, gast. Het idee is nu, je gaat ze allemaal verzamelen, 100 stuks. Mm-hmm. Ja, ja. En die gaan we exposeren in januari, februari. Ja, klopt. In Zwolle, in een brasserie, het Vliegerhuis. Mm-hmm. En het wordt één heel groot zwart paneel, waar dan een stuk of 100 portretjes aan hangen. Oh, geweldig. Waarschijnlijk iets minder dan 100, maar ja. Echt heel veel wel. Ja, allemaal mensen die recht aankijken. Allemaal mensen die ik dus een uur lang in de ogen heb aangekeken.